video gaan we weer iets bakken. We hebben namelijk echt super vaak de vraag gekregen of we dat weer een keertje wouden doen. En wij vinden dat altijd echt super leuk. We gaan vandaag een super gave, hele grote donut cake maken. We zagen hem voorbij komen op Instagram en we dachten, wow, die moeten we bakken en natuurlijk een filmpje van maken. Wij zijn natuurlijk super dol op donuts, dus dat komt vast wel goed. Maar laten we maar beginnen. Ja, en by the way, hier achter ons zie je een hele mooie achtergrond. Namelijk een G en een J ballon van Gina en Jade. En Girlie's Vlog is jarig. Op dit moment dat we het opnemen, bestaan we dus net een jaar. En oh, het is zo snel gegaan. Ja. Oh, en al nog iets heel belangrijks voordat we beginnen. We gaan het toch nog één keer vragen. En waarschijnlijk volgende video ook weer. Maar goed, we zijn namelijk officieel genomineerd voor de Feed Awards categorie nieuwkomers. En we willen dus het allerliefst dat jullie allemaal op ons gaan stemmen. Want ja, dan winnen we misschien wel die Feed Awards. Oh, en dat is wel echt een droom. Dat zou zo gaaf zijn. Dus allemaal stemmen. www.feed.nl. Oké, laten we nu beginnen. We gaan nu vertellen wat je nodig hebt. Nou, als eerst heb je natuurlijk een grote donutvorm nodig. We hebben deze gewoon gehaald bij een kookwinkel. Dus ja, dan kan je makkelijk fixen en hij is lekker groot. Je hebt ook cakebeslag nodig. En we hebben er voor de zekerheid een paar meegenomen. Want anders hebben we misschien een halve cake. En dat willen we natuurlijk niet. Ja, want de bakvorm is super groot. Dus beter te veel dan te weinig. Oké, dan heb je natuurlijk ook nog ongezouten roomboter nodig. Je hebt ook eieren nodig. Dus eigenlijk gewoon allemaal basic ingrediënten. Ja, en nu komt het leuke gedeelte. We gaan namelijk als surprise gaan we er ook nog M&M's in doen. Inderdaad. Oh my god, ik heb dit nog nooit gedaan. Maar nee, lijkt me zo aan de bovenkant. En dat je hem zo oversnijdt en moet je allemaal uitkomen. Dat zien wij super vaak op die goalse filmpjes van Instagram. Dat er dan allemaal sprinkles of M&M's uitvallen. En dat gaan wij dus vandaag nou proberen te doen. Ja, en natuurlijk ook nog witte glazuur nodig. En we hebben ook marsepein gekocht, want we vinden het leuk om kleurrijke grote sprinkles te maken. Omdat het natuurlijk ook een super grote taart wordt. En ja, wij gaan het natuurlijk in stijl doen. Dus we hebben roze spuitzakken. Oh, we gaan ook botercreme maken en daar heb je nodig. Daar heb je voor nodig. Poedersuiker en roomboter. En dat mix je dan. Echt super makkelijk. Ja. En we willen ook nog een leuke kleur geven. Dus dat wordt roze. Ja, en we gebruiken ook nog wat roomboter om tussen de twee donuts vormen in te doen. Zodat ze op elkaar bevlen. Want dat is natuurlijk wel handig. Ja, en laten we beginnen. Ik heb er mega veel zin in. En ik ben heel benieuwd hoe de taart gaat worden. Ja, we hebben veel ingrediënten. Dus het komt vast wel goed. We gaan nu alvast de oven voor verwarmen. En verder volgen we de stappen die op de verpakking staan. Dus dat is niet zo moeilijk. Dus laten we dat maar gaan doen. We gaan nu de cake mix erin gooien. En daarna gaan we alle ingrediënten toevoegen. Oh ja, en wij gebruiken meteen twee bakken. Inderdaad. Woe, alles zit erin. Oké, okay, en nu moeten we 8 eieren toevoegen. En ook de melk. 3, 2, 1. Oh, ik ben altijd bang dat er een kuik uitvalt. En als laatste voegen we nog de boter toe. 300 gram, best veel. Veel. Kijk op de boter. Oké, okay, we gaan nu mixen en we doen er voor de zekerheid een theedoek op. Ja, de... Slaan, ligt eruit. Oeps, het ging even mis. Er viel een heel ei uit. Dus we hebben er even snel een nieuw ei bij gedaan. En we gaan het opnieuw proberen. Poging 2. Dat gaat beter. Oké, okay, ik denk dat de cake mix nu al klaar is. Oh, lekker. Even proeven hoor. Mmm, lekker. Het smaakt zo lekker, girlies. Echt een lekkere cake. Inderdaad. Ik denk wel dat die super lekker gaat worden, inderdaad. Oké, okay, de slag is klaar. Nu is het tijd voor bakspray voor de bakvorm. Oké. We willen niet laten plakken. Ruik naar haarspray. Dit is trouwens het beslag en het ziet er echt super lekker uit. Maar nu moet het in de bakvorm. Dit is altijd echt een super leuk werkje. Hij moet ongeveer tot de helft vol, want hij moet niet helemaal vol, want anders wordt hij veel te hoog. Dat is een ontplofte donut. Woe! Dit is zo lekker, girlies! We moeten natuurlijk 2 vormen vullen en dit is pas de eerste, dus ik denk dat we toch nog wel 2 bakken moeten gebruiken. Zeker. We gaan hetzelfde dus nog 1 keer doen, dus we zien jullie zo. Tada! Ze zijn nu klaar om in de oven te gaan, dus let's go! Ik ben benieuwd hoe ze eruit komen zien. Oké, okay, het beslag zit in de oven. En we gaan dus nu eventjes een uurtje wachten. We gaan even een muesli maken en daarna de botercreme maken. Ja.
Boter toe en daarna poedersuiker. Je moet echt super veel poedersuiker toevoegen. Nu weet je dus hoe ongezond het eigenlijk is. Is hij nu al leeg? Oh, het ziet er nu al lekker uit. De botercreme is al lekker zacht, dus nu gaan we nog even een leuk kleurtje toevoegen. Want ja, roze. Als je hem dan doorsnijdt, tenminste de taart, dan is het helemaal roze van binnen en dat ziet er super leuk uit. Dus we gaan er nu één drupje bij toevoegen. Niet te veel, want anders wordt het misschien donkerroze en dat willen we niet. Nee. Oké. De botercreme is dus klaar en nu gaan we hem proeven. Oeh, het is echt wel een mooi kleurtje. Ah, het is zo leuk dat je gewoon boter en suiker aan het eten bent, maar dit is zo lekker. We moeten het weer denk ik weer wegleggen, want ik denk dat wij zo druk straks gaan worden. Oké, zullen we het anders maar in de spijtzak gaan doen? Ja! Oeh, lekker! We moeten hem flink vullen, want we willen natuurlijk heel veel botercreme tussen doen. De spijtzak zit nu echt super goed vol en kijk hoe roze die is! De taarten zijn nu klaar, dus we gaan ze uit de oven halen. Ik ben zo benieuwd, wat ik net zeggen. Heet. Snel! Oké. En nu de andere. Wat hier heet dan? Oh, ze zijn heel goed gelukt. Wauw, hij is echt goudbruin. Ik ben benieuwd hoe die er andersom uitziet. Hij ruikt zo lekker. En Gina gaat hem nu omkeren. Kijken of de bakspray goed gewerkt heeft. Oké, ik moet ook. Struggles. We gaan hem samen even omkeren. Eén. Oeps. Nou, ik ben nu benieuwd hoe die is geworden. Hij is zo mooi. Ik schrik me rot. Dat was dan de eerste taart, maar we hebben er nog één. Dus ja. Nee, wacht, stop. De kijker. Wauw, ze lijken het precies hetzelfde. Het is perfect. It's a miracle. Oké, girlies. Het is een wereldwonder. Ze zijn er gewoon perfect en precies hetzelfde uitgekomen. Ik ben zo trots. Hij vraagt. Als de taart straks is afgekoeld, dan gaan we hem omdraaien. Dan gaan we een soort van riggeltje in de taart maken. En dan gaan we daar M&M's in gieten. Oh, en dan als je hem opensnijdt, dan valt het er zo allemaal uit. En dan hebben we... We hebben de cakes dus omgedraaid. En nu moeten we de bollenkant eraf snijden. En Jana gaat dat doen. Zagen, zagen. Dat moet, omdat we, als we ze straks op elkaar doen, dan passen ze niet. En dat willen we natuurlijk niet. We willen natuurlijk wel dat het een echte donut wordt. En hij smaakt heel lekker. Oh, de smasje. Ik ben nu dus voorzichtig de bollenkant zeg maar eraf aan het snijden. Oh, daar gaat het een beetje fout. Ik ga er nu een gootje uitsnijden dat we er straks de M&M's in kunnen gieten. Ik ga ondertussen even de taart van binnen proeven. Oeh, is het lekker? Oh, hij is zo zacht. Maar het is gelukt en nu gaan we het leukste doen, namelijk vullen met M&M's. Okay. Oh, zo lekker. Oh, girlies, dit is zo lekker. Dit wordt echt mijn lievelingstaart. Doe gewoon lekker de hele zak M&M's erin, want hoe meer M&M's, hoe beter, toch? Ja, en lekker. Dit is toch wel echt te heilig voor woorden. Oké, de laatste paar M&M's. Oh, lekker. Yes, de M&M's zitten in de taart. Het ziet er echt super cute uit. En ik ben benieuwd hoe het er straks uit gaat zien als we hem opensnijden. Ja, en we hebben ook alvast wat glazuur in een pannetje gedaan. Want het moet altijd eventjes zacht worden. En de botercreme is nu klaar om over de taart te gaan. Zodat het blijft plakken. En ik ben echt benieuwd hoe dit gaat smaken straks. Ik denk wel echt één zoetebom. Het allerlaatste beetje. Eén stipje. Heel perfectionistisch dit. En nu gaat de andere kant er dus op. Spannend. Heel voorzichtig. Perfect in het midden. En... Wow! Hij is er nog wel! Dit is echt de grootste donut die ik ooit heb gezien. Even al nu. Echt, hè? Met nu de glazuur erop en dan is hij helemaal perfect. Ja. Oké, let's do this! We hadden vroeger echt een obsessie met glazuur. Ik weet nog één keer dat Gina bij mij kwam logeren. En ik had van die soort van tubetjes glazuur. Dus wij hadden dan s'avonds aten zoals knijpfruit. Zaten zo vijf van die zakken glazuur op het eten. Echt heel erg.
Heel erg. Daar zijn we waarschijnlijk zo druk van geworden. Oh, kijk. Look at this, girls. Oké, we gaan nu dit supermooie glazuur op de taart gieten. We gaan het proberen dat het een beetje erop druipt. Maar niet te erg. Het wordt nog een klusje, dus laten we het gaan proberen. Oké, let's go. Moet het goed blijven roeren, want anders wordt het hard. Tja. Oh, ik word hier zo blij van. Ik hou gewoon van de kleur roze. En donuts is gewoon mijn obsessie. Ja, echt. Oké, hij is bijna klaar, dus ik ga hem nog even uitsmeren. Oh my god, kijk. Hij is echt heel leuk geworden. Yay, hij is gelukt. Oh. Ik ben er nu al super trots op en ik durf hem eigenlijk niet door de midden te snijden. Ja, hoe leuk is hij? En hij kan dus nog leuker, want we gaan sprinkles maken. Moet er een beetje uitzien dat het erop is gestrooid en dat het er niet zo precies op gelegd. Zo mooi gelukt. Ik ben er heel erg blij mee. En nu gaan we hem eindelijk aansnijden. Let's go! Dit is het moment van de waarheid, want we gaan hem doorsnijden. Oh my god! Oké, ik heb het mes al klaar. Oké, laten we het samen gaan doen. Zo benieuwd. Ja, oké, kom. Oh, spannend! Oh. Oh my god! De M&M's zijn helemaal samengesmolten met, hoe heet het, de botercrème. En het ziet er zo lekker uit. Kijk. Oké, hij is helemaal uit elkaar gevallen, maar hij ziet alsnog wel heel mooi uit. Dus we gaan proeven. De crunchy M&M's zijn zo lekker. Ik denk dat ik hier wel echt mezelf misselijk aan kan eten. Nu al misselijk. Dus ik denk dat we hem even weg moeten zetten, maar ik vind hem wel enorm goed gelukt. Dus als je een keer een feestje hebt of je moeder wil verrassen, is dit echt een superleuke verrassing. Ja, want voor moederdag. Ja, inderdaad. Je kan ook één laag doen, maar wij hebben hem dubbel gedaan, want het moet bij ons natuurlijk nog even extra groot. Je kan hem natuurlijk ook kleiner maken door bijvoorbeeld één vorm te gebruiken of door een kleinere bakvorm te gebruiken. Het kan allemaal. Het is gewoon zo leuk en zo lekker. Vond je deze video dus leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en te stemmen voor de Feed Awards. Zeker doen, hè? Je helpt ons heel erg. Dus ga allemaal naar de categorie nieuwkomers. We zijn jullie echt heel erg dankbaar als jullie dat doen. Want het is echt onze grootste droom om een award te winnen. Dus willen jullie die uit laten komen? Ga dan allemaal stemmen. Woehoe. En dan zeggen we nu, bye girl.